Kees van der Staaij. Ah Kees, uh, uh, je belde me gisteravond en uh, dat overviel me echt en het raakt me ook. We hebben nou, natuurlijk in de periode tussen 2010 en 2012 uh, heel intensief uh, samengewerkt, maar ook de jaren daarna eigenlijk altijd heel intensief contact gehouden uh, en, en heel prettig, uh, de totaal betrouwbaar, totaal uh, een man en man, een woord en woord. Wat uh, ik ook gisteren tegen je zei, we gaan binnenkort uh, afspreken. Uh, en uh, ook weer een beetje wat we allebei leuk vinden, een beetje bijroddelen, uh, een beetje humor. Maar hopelijk blijft die toon die jij neerzet, respect voor anderen, uh, op de inhoud, nooit op de persoon. Uh, rechtsstatelijkheid, onze democratie verdedigend, uh, blijft dat behouden. Hij heeft al één keer een motie van wantrouwen tegen u gestund. Ja, dat, uh, Kees, dat was natuurlijk een minder moment, maar uh, nee, geen verwijt. <laughs> dat neemt u niet meer kwalijk? Nee, nee, nee. Het raakt u. Zag ik. Ja, weet je, het is iemand met wie je natuurlijk ook al wel heel lang uh, hebt opgetrokken in de politiek. Begon echt toen als fractievoorzitter uh, in de tijd dat hij ook fractievoorzitter was uh, bij de VVD en uh, aan het eerste kabinet werkte. Uh, en eigenlijk wat hij zei, altijd ook weer contact gehouden. En ja, er veranderde natuurlijk steeds wel heel veel in de politiek. Dus ja, uh, ja dat blijft wel bijzonder.